Een waterwingebied is een gebied wat aangewezen is om onze bronnen te boren, waar we grondwater uit halen, om te zuiveren tot drinkwater. En dat waterwingebied dat wordt beschermd, dus er mag niet bemest worden in waterwingebied. En het moet puur voor de waterwinning gebruikt worden. We zijn hier in Annen en dit is een waterwingebied van 200 hectare. En we hebben in totaal ongeveer 14 waterwingebieden. Die gebieden zijn vrij toegankelijk, waarvan Annen degene is waar het meest gefietst wordt. En de andere waterwingebieden waar meer gewandeld wordt, omdat die minder groot zijn. Wij zijn de hele dag aan het fietsen van de vrouwen van nu uit Haren. Een eindje verderop heb ik gewoond, dus ik ken het gebied wel. Maar toen was het nog landbouwgrond en niet zoals het nou is. Het is nou omdat ik toch geen boerin meer ben, is dat leuk. Ja. Het natuurgebied dat was vroeger akkerbouwgebied. En het akkerbouwgebied dat is opgekocht en dat is verruigd. Dat hebben we laten verruigen en daar komen de mooie plantjes van vroeger komen daar weer terug. Die natuur is zo belangrijk omdat die onze grondwater beschermt. En het water wat we de grond inzuigen, wat wij oppompen om een product van te maken, drinkwater van te maken, dat wordt beschermd door de natuur en de natuur is schoon.